Koerdistan. Ik word even gebeld door mijn vader, wacht even. Ja. Hey. Nee, de... Ah, jammer. Hebben we nou een Mad Spirit Arkham? Wie wilde je summen? Kid zeker weer. Ja. Die is niet echt goed, maar had je kunnen doen. Daarom is grappig. Ik vind dat zo slecht, is grappig. Er zijn nu twee invaders en ze weten de weg niet Ja, blijkbaar. Arkham is... Ja, maar Arkham is geen invader. Ja, Dat is ik de zal... summon. Dus er kan nog een invader komen. Weet ik. Daarom deed ik ook Dried Finger op dat punt. Recht is de smoel, jongen. Oh. Arkham wil helpen, zo te zien. Oh, ik heb dat kankerding aan. Kom zo helpen. Waarom zo doet hij dan het sein van een mad fan te laten leggen? Mad Phantoms kunnen enemies aanvallen? Wat? Hij sloeg in één keer die curse wagon door. Wat? Huh? Hoe? Wat? Hij one-shotte die invader met een backstab. 99. Oh, een backstab. Ik denk dat hij 1v1 wilt. Doe maar dan. Ik ben de host, hè? Klopt. Ja, het zou wel heel cheap zijn. Dat was mis. Wat? Waarom zou je dat doen? Er is geen fall damage hier. Oh, misschien de lift.
Nice try. Oh. Hij geeft het op, denk ik. God, jongen! Voyager! Die Arkham die liep er ook in. Hij dacht, ah, ik zie hem slaan, dit is mijn kans, nu moet ik erin lopen. Eindelijk dood. Ja, hij liep er gewoon in. Ja, ik heb hem afgeslacht hoor, Jezus. Ja, maar laten ze altijd leven hier. En deze kerel was volgens mij een beetje zelfbewust, die had door. Dit is een schaamte. Moet hij naar zo lang dan moet zoeken? Hij daar zo lang ja. zoeken? Dat was ook mijn gedachte. 5,1 miljoen souls. Hamburger, dat is die mage. En 10 details, oh, druk. 10 details? Ja, omdat wij er weer zijn. Ze hebben het doorgegeven in de groepsapp. Ja, maar dit zijn allemaal nieuwe. Oh, schoenen. Wat? Eentje wordt volop geraakt. Is I Voyager, is dat niet de naam van zo'n film? Voyager is sowieso van een film. Oh shit, een nee. Ja, geen stress. Alsof wij het niet moeilijk hebben met... alsof wij het moeilijk hebben met 42's. Wat was dat nou? Kom anders even. Ja, I voor je. Nee, Now Voyager. Is een filmnaam. Niet I Voyager. Oh ja, nee. Ik dacht dat Voyager gewoon sowieso wel zelf het een naam iets was. Ja, reiziger betekent het. Maar ik wist dat het filmnaam, eentje uit 1942, maar het is Now Voyager. Hier, 10 detail wordt in één keer volop geraakt door die Mads fan. Ja, het is een Mad. Ah, oh, was dat Arkham weer? Ja. Kijken of ik hem zo meteen nog een keer zie. Ik weet niet of dat kan nu nog. Die mage is een Mad Fat en daarom valt hij die... ja, ze zijn vet. Ja, oh, hij is gewoon gekild! Wie? Ja, wie denk je? Die mage. Wat een noob. Ja, dat komt ervan hè, als je zo'n kut invader, als je een mad phantom bent die alleen die invaders gaan aanvallen. Ja, traitor. Dan krijg je 1v1 build, fights. Traitor reds zijn wel walgelijk, ja. Ja, maar hij is gewoon dom, hij had gewoon met die reds samen moeten werken en dan ons moeten... Halloween! Goed, dan heeft hij ook niet veel kans. Nee, maar meer. Nou, meer ook niet, want dit was een 1v1. Alhoewel, dan ben je natuurlijk niet gelijk eruit, hè? Is ook zo, maar ja, dus als dan hij, het is, ja. Je kans zijn groter dat je 2 tegen 1 momenten hebt dan een 1v1 waar de kans groot is dat je verliest. En wint natuurlijk, die zijn er allebei. Nou. Het moet toch wel een fierce warrior zijn als hij van hem kan winnen. Oh, wat heeft hij? Astora? Is dit Doors weer of zo? Stond hij daar nou? Ja, hij is weg. Oh nee, hij staat hier bij de cursusvergen. Wat doet hij? Wat is jouw beef met mij, ouwe? Wat kom jij nou doen? Wat? Oh, hij heeft hem gewoon gekillt met 2 R1, serieus. Ik wist niet dat hij dood was. Hij lagt, jongen! Ja, hij lagt echt hard. Hoe is hij nou nog niet dood? Ja, ik wou eens zeggen, joh. Fucking kut internet. Oh, ik dacht even dat hij point down had, maar dat was jij. dat dacht ik heel gauw ook. Geen wonder dat hij mage verloren heeft vallen, want die mage kan allemaal wel casten, maar het komt niet aan. Correct. Alhoewel, ik zag die mage net ook een beetje lijken. Hè? Die mage invader? Ja, keer daarvoor, toen hij hier was. Ik weet niet wat het is, mensen hebben een beetje last van internet. Maar Ivoryage, joh. Wat een sukkel. Ja, werd hij nou gekild door die invader? Ja, ik zag die invader hem 2 keer raken met een R1, maar ik had niet verwacht dat hij daar dood zou gaan, maar hij was gewoon ineens dood. Oh.
Misschien, hij werd waarschijnlijk nog een paar keer door die Ring Knight geraakt. Ook anders kan het niet, denk ik. Hij weet niet wat we doen, die Halloween. Backstep is sneller dan rollen, hè? No way. Oh. Wat doen we daar? Don't do that. Ik wil altijd een bot veranderen en dan verander ik gewoon 3 keer achter elkaar in. Oh. Wacht, gaan we kan. Come on. Hij doet het ook. Kijk dan. Een beetje krap eigenlijk. Oh? wat gaat hij doen? Sony Street. Dit valt niet op. R1. Ja, sowieso R1. Ik kan hem moeilijk zien dat mijn camera zo kut gedraaid zit. Het hem eigenlijk omsingelen. Wat? Wat? Waarom? Zag je mij niet 2 keer slaan? Ja, toen was hij al weg. Bovendien, je weet dat hij een lager was. Dat niet, dat weet ik. Maar dit was wel echt next level, hoor. Maar, misschien voelde hij zich slecht om ons te killen. Maar ja, ik pointe hem net down, dus dat kan toch niet zijn. Ja. Of hij is heel erg vergevingsgezind. Wat kom jij in 1 keer doen? Al deze enemies zijn op high alert ineens door die fucking... Ja, we zijn er al een tijdje. Yo! Sacramento! Ik hoop dat hij niet blijft. Ik hoop dat hij blijft. Hij is geswitcht naar hier. Nog een invader. Oeh. Kurdistan. Ja, ik wist het. Ja. Nee, dat stelt niks voor. Kun je die staan eens hier bij de Ring Knight? Maar hij rent nou alweer weg. Typische Koeristan. Achter je. Nee, ik ben niet bang voor een potje. Ja, ik wist niet dat hij potje ging gooien. Ik dacht dat hij wat serieus is gaan doen. Maar dat is daar is die andere! Ik moet hem hebben! Hij moet hem hebben! Ik moet hem hebben, denkt hij! Ik laat hem leven. Hij is geen gevaar, jongen. Ik ga niet slaan op hem. Oké, laat hem maar ontkomen. Als die invaders hem killen, ja, big, mooi. Jongen, dan wordt hij nog gekillt door die noob.
Hij had ook echt al lang kunnen healen, volgens mij. Ja, Sacramento, wel, ja. Niet altijd zo slim. Ik hoop dat hij nog een keer komt, jongen. Hij switcht ook niet, hij denkt Gundyr, dat is mijn true and tried friend. En hoe? Die Kurdistan is gewoon een waste van een vader spotten. We kunnen net goed blokken eigenlijk. Nee. Ja, hij is geblokt, dat is het grappige. Oh ja, dat is waar. Nice Kurdistan. What? Nice lag Kurdistan. Ik parryde hem en hij loopt gewoon weg. Zie hoe erg hij lagt. Ik weet niet vandaar. Ja, ik... ik kan hem... Ik weet echt niet hoe je hem moet raken zo. Nice internet, cutie faggot. Ja, jongen, kijk dat internet van hem, man. We hebben twee laggers nu, dat is geweldig. Ik perde hem en hij loopt gewoon weg. Ja, hij liet die dep... Ja, hij is gewoon gedisconnect, dat kan niet anders. Dat vind ik niet of zo hij is gewoon geliefd. Hier is die andere trouwens. Nou, dit is een curse corridor, hè? Ja, weet niet ik. Verder... Oh, wat gaat die kerel... Die kerel gaat eraan. Wat? Ja, alleen omdat wij die faggot hier killen, die curse faggot, anders was hij echt dood. Ik hoor een parry, dat zal op een herald zijn. Ja, die weet ik. Waarom wordt boven de dingen geaggroed? Huh? Wat de? Wow, lag! Hij ligt hier en ik sla al nou op. Ik weet niet hoe vaak op hem te slaan. Nog een Vader, ogen open. Hij kreeg ineens een hartaanval op mijn schoen. Ja, nou, volgens mij weet hij niet eens of ik daar heb gestaan. Zo erg internet heeft hij waarschijnlijk. Dat hij gewoon niet weet wat er gebeurt. Het is even een ten denial Kurdistan, allebei fucker internet. Ja, nou. Waar is die ene invader, die suit? Daarboven, oh, bij boven de duurde keten. Wat? Waar raakt hem? Fall damage, denk ik. Hoe kan... Ja, maar hoe kan dat nou? Oh, fall damage. Oh, ik dacht dat hij niet daarboven was. Ik zie dacht hem. Dat hij juist hij ergens anders Nile. Was. Ja, ik ook. Jongen, is hij dood? Die is dood. Nou, hij is geplunged. Kom, hij is beneden. Oh, ik dacht dat hij gekild was door een herald. Oh, geen wonder. Dit is zo dom, jongen. Ja, wat, hoe denk je dat je zo lang gaat overleven? Voor de max damage. Max damage, ja. Hij heeft één kill. That will make my day. Ja, maar hij zal nooit... Ja, tenzij de host echt achterlijk is, maar anders... Oh ja. Ik ben vergeten dat dat kan. Hoe populair deze nu. Op een donderdag. Oh nee, ja, jongen, wat probeert hij nou, jongen? Hij is dood in vier klappen van mijn cellsoorts en dat duurt 3 jaar voordat dat eindelijk pas registert. Misschien op zijn scherm is het allemaal normaal. Dat zo, ja, dat zei ik net. Volgens mij... volgens mij lijken wij juist op zijn scherm. Dat is trouwens gewoon altijd. Dat kan niet anders, want hoe stel je voor je character lijkt? Terwijl je ermee aan het spelen niet. Bent. Kijk, want één ding is zeker, de kutverbinding komt door hem. Oh, de one-shot beeld is terug. Dangerous. Jongen, Halloween was bijna ge-one-shot. Heeft hij tears? Nee, hij heeft geen tears. Hij had bijna dood geweest. Ah, hem... fuck! Wie was dat? Kid. Ah! Heb je dingen niet? Heb je die Mad Phantom niet? Nee. Jammerlijk. Wat? Wat? Jongen, deze run is zo raar.
Yep. Bijna net zo raar als het ene was. Ah ja, hoeken, hey! Welke was dat ook alweer? Ik weet niet precies, maar ik heb hem wel, want daarna was het volgens mij nog een goede run en toen heb ik die gelijk meegenomen, denk ik. Maar ja, ik maar had... dit was een skit, toch? Dit was niet de run, of wel? Ja, ik had ook een aparte video ervan, ja, ja volgens mij. Hey! Hi, hek! Huh? Wat? Hoe kan dat? Hey. Ja, ik wil gaan kijken, maar ik moet dit natuurlijk ook... Ja, fuck it. Ik ga even kijken. Ja, dat kan ik ook wel doen. Ik weet wel, ja... Mijn playlist van Dark Souls 3 is zo groot. Ja, dat is het inderdaad. Waar sta jij? Ja, het staat... Echt niet. Waar sta je altijd? Het was geen Ringed City run, het was... Het had een aparte titel van... Je raadt nooit wie ik nu gesummeld heb. Is het... Sacramento? Nee. Oh, Kid? Nee. Is het Knight? Nee. Oh, dan weet ik het even niet. Hebben we hem al gehad? Ja, heel vaak. Destroying a most factious moons. Wie is het? Wat? Serieus gaat doen of niet? Ja, vraag me ook af. Oké. Okay. Hoi, Rizzi. Hij is dood. What? Daar. Is hij dood? Kuristan, je zei dan, oh ja, zie je wel toch, Dumpai? Ik zat hier echt op te wachten, ja. Ja, nu. Nee, Kuristan komt hier gewoon omdat hij wil zien hoe wij werken. Ja, klopt. Hij is te bang. Hebben we nog een invader? We hebben toch die one-shot beeld? Ja, die one-shot beeld. Great. Kom hier. Hij heeft een microfoon. Ja, klopt. Hij zit niet in een party. Hij zit te wachten tot wij praten. We kunnen ook uit de game chat gaan kijken hoe die klinkt. Uit de party chat. Nee. Of je moet hem inviten, maar. Zal ik hem inviten? Ja, maar ik heb hem geblokt. Ja, maakt mij niet uit. Zal ik hem inviten? Kan. Kan wel. Moet je mij even beschermen, ja? Correct, ja, die one-hitter is hij niet. Misschien kan hij wel geen Engels. Dat zou kunnen. Blocked players, TP Kurdistan. Kurdistan, Kurdistan. Hij is op jou aan het slaan nu. Tarnished meta, Kurdistan, Kurdistan, Kurdistan. Hè? Huh? Volgens mij heb ik hem helemaal niet geblokt. Oh, jawel, jawel, jawel. En dan moet ik naar Players Just Met. Even kijken, die zouden dan toch moeten staan nou. Ja, Just Now, oké. Okay. Ja, maar hoe invite ik hem dan? Hij gooit nu Doompie op je. Ik heb allemaal berichten met hem en zo. What? Ja, wacht, ik moet dan naar onze party gaan. En dan add players. Ja, dat is allemaal veel moeilijker geworden. Ik denk echt dat je bericht naar me aan het sturen bent, denk ik.
Play together, TP Kurdistan. Oké, ik heb hem geadd. Oké. Dat duurde echt lang. Correct. Ja, zijn microfoon is weg. Ik denk dat hij... Oh nee, oh, flex. Nog een invader, twee invaders. Nee, ik denk niet dat hij komt. LS, bang. Watch je. Ja, pussy bitch. Nou komt hij in één keer, ziek dat ik niet landen. Oh, heb je de one shotter? Ik kill hem wel even. Achter je, oh ja. Ja, niemand beschermt mij! Oef, raak. Wat? Hij cancelde. Lang leven internet, I guess. Nou pas doet hij tears. Ja, ga maar terug. Die invader zou wel blij zijn. Oh, een backstep, nice. Kurdistan gaat op een eentje. Kurdistan denkt 1v1, let's go. Invader. Ik ben nooit gedaan vanaf deze kant. Ah, dus zo ziet het eruit. 4 teamgenoten apart. Strange. En deze kill lijkt ook hoor. Hey! Gesloopt joh. Oh! Hij is hier! Het zijn allemaal zulke laggers. Waar? Oh, daar. wat denkt een kerel nou ook? Kunnen halen, joh. Die Halloween, jongen, met zijn rugkalling. Hij wilde een 1v1! Ik wil een 1v1, denkt hij! Kom, we gaan naar boven. En denk Judicator! Ja, en dan wordt hij gesloopt door die Judicator. Dat ja, gaat mijn dag maken, jongen. Ja, want dat jongen, is in... van heel veel dingen vandaag hebben mijn dag gemaakt, om een of andere reden. Die zijn natuurlijk niet gewend, Judicator, dus hij kan hem makkelijk door gesloopt worden. En Kurdistan werd daardoor geraakt, maar oké. Okay. Ja, ik zei het! Oh, jongen. Maar ja, het is zo mooi, hè. Dat wij zoveel dingen als van dit allemaal zo onder controle hebben. En allemaal kunnen zien wat er gaat gebeuren. En hun gaan mee als toeristen. Jongen, Kurdistan lijkt nu nog steeds zo erg, hè. Oh, dat komt daar. Nee, vandaag is het zo mooi met de veders, jongen. Die Sacramento is de leukste van allemaal, want die lijkt niet. Zit jij hier boven? Ik ben boven. Dan is die fucking Kurdistan blijft gewoon staan. Wow, wow. Oké, ik heb Catherine aan. Ja. Oh. Zo, Kurdistan, zo doe je Perry. Waar is die nou? Hij bewaakt de trap zeker. Oh, daar komt hij. Hallo. Hallo. Wat? Wat? No, your net is shit. No, your net is terrible. It was the same thing on our screen, so. Everybody your net, here, your all net our is summons terrible. Aren't lagging. I think it's you who's messing everything up. Yes. Yeah, I think so. The moment you joined, you were the first guy to join in our session, and you were already lagging. That's not very strange. That's really weird. Hij vet rolt, die Sacramento. Wat?
No, 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 no. Nick, don't kill him! Ah, oh, no! This guy is... because this guy is really, really bad. We like to toy with him, you know, have fun. Yeah, that's why I don't kill him too quick. Well, that's why you should have left him alive. By the way, is your voice chat open? I mean, you know what I'm speaking of? For no, it's I mean when you're talking and we record videos, we're curious if your voice will be point. Enabled. Your voice chat enabled in videos. It's an option. Yeah, I upload every video, so. Watch out. Oh, it's for me. You're probably in some of them. Yeah, you're probably in some of them, yeah. Oh no, 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 no. Oh my god! I got iframes. That's, dat was echt lucky, jongen, dat had niet dan... It's like the bow glitch with the Dragon Slayer arrows. What? It's like the Boglish with the Dragon Slayer arrows. You get knocked over, you get iframes, so you don't get hit too bad. True. Yes, we did. Yes, we finished it a few days ago. You? Yeah, it's really, it's really bad. PvP is terrible. Yeah. That's exactly it's only... Yeah, it's only bleed builds and bloodhound step and exploited of glitches and stuff like that. I mean, there are glitches here too, but the bow glitch is really easy to, you know, move around with. And that Estus cancel isn't that bad. You mean this? Oh, wait, never mind, I can't do it. Fuck off, it's your Estus cancel. Fuck, I failed. Wait. I can't even do Estus cancel. Wait. You can't do it either? Hmm. But this is... Your internet... Your doesn't work. Yeah, it works. It's because a lot of players are playing Elden Ring, and here usually nobody invades. Sometimes. Yeah, I think of making a character, and that's only at Pontiff, so that would be really fun. Ah. Yeah, that's... works like 30% of the time. Got grab. Yeah, you're not used to that, are you? Yeah, you're not used to it. We've been doing this like for 3 years, maybe more. Definitely more. Yeah. So did you put your sign down to learn our moves? Yeah, what made you decide to put your sign down? You wanted to gank? What's boring? Well, it's the same thing the other way around. Yeah, it's the... Yeah. Some sure other people also lag. Where are you from? Oh, that's really weird. Should be okay. Yeah, we're very near to each other. Yeah. No, I trust you. I can't see that on PlayStation 4 that's glitched or something. It's fine. I thought you were from Saudi Arabia or something with that name. Oh, okay. That's why. Where? Where's that? Syria? Yes. Oh, yeah, yeah. Mm-hmm. No. Ja, ik heb het in een film gezien.
I thought you were Yugoslavian or something. Yeah. That's how wow. You do it. Try hard. Good mom. One of the ring knights is stuck upstairs. Leven gered. Maybe we still get we'll still get Sacramento here. Oh yeah, especially at the end, right before the boss. How old? Let me think. 24. No, 24. Yes. Wait, I think I'm. Wait, how old? Yeah, I'm 25. Yeah. 26 in October. You what? You mean the... Well, Lance hates us. I think every invader hates us. I remember one time Lance killed me and then I joined him as an invader and he thought I came there to kill him. But then I killed the host and he thought the host died without my help. Because he thought I had just come there to kill him as an invader. Yeah, Lance is not very self-aware. The only invaders we really hate... Well, Lance isn't that bad. Well, Lance whines a lot. Yeah, but there are worse invaders like G9. Lance is kind of a pussy player. He doesn't try to do a lot, and he goes with a bow, and then he just waits and waits. He doesn't glitch, and that's a thing, of course, but he doesn't play very aggressive either. I mean, even G9 is more aggressive than him. Well, sometimes. Sometimes G9 can be aggressive, but that's rarely. Yeah, well, G9 isn't very aggressive either, but he's more aggressive than Lance. Probably never come back to this. Lance and G9? No, yeah. Problem. What? Well, yeah, it's still active. We had a lot of invaders. We often had the same ones. Yeah, but I like the same ones. Yeah. Kind of. Like. Yeah, we had it's more active in Pontiff, I know, but yeah. There's still some here. Yeah, in Pontiff it's a bit more active. You can usually get a game within 1 minute there. Yeah, I think I'm... Where, in Pontiff or here? Pontiff or here? In Pontiff or here? Yeah, I think... In Ringed City, if you really want to get something busy, you have to wait until it's weekend. Didn't used to be like that, of course, but... If I'm in the mood, I'm gonna continue my other character for a host who is at Pontiff, definitely. So we can... Why are your legs gone? What? Your legs are gone. Oh, that glitch. You... Oh, no. I've seen some people do it, yeah. But yeah. I don't know how to do it. Does it do anything? Well, I don't see your footwork that way. Wow. Yeah. It's more like body language than footwork in this game. So it would seem. Yeah, the hand is more important than the leg here. Maybe we get Sacramento here. I hope so. Huh? No! Why did I try to parry that?
Nice try. It's too bad there's no enemy here, or I could have practiced my SS cancel. Hello is a good teammate. Should we wait for Sacramento? Yeah, sure, we could give it a minute. He's probably at inner wall. Well, actually, I think you can still get someone here in inner wall. Mm-hmm. Especially when there's nothing else. Oh shit. Nice tryhard scythe. Yeah, why do you use quick step? Yeah, Corvin, great knife a moment ago. Yeah. Real tryhard. Look at you, fan cheater. Shut up. Such a cheater. SS cancel script. SS refill script. And Halloween is looking like, what the fuck is happening? What's going on? Oh. I'm not sure, I mean, he does look like he knows something. Although he... I don't know, I don't think he knows anything. Well, he's using Storm Ruler now, that's not a good sign. Okay, I think we better go in, he's probably not coming. Yeah, I don't think there's anyone. Yeah. That's cool. Are you gonna... Serpent Hunter Spear is way better. Are you gonna follow me, Kurdistan? Ik denk dat het je microfoon uit heeft. Oh, de microfoon is gone. Ga maar gewoon naar binnen en dat snap je toch niet. Blijkbaar. Waarschijnlijk gaat hij die Judicator gelijk aanvallen. Ik had echt zo'n vermoeden dat hij zo zou klinken. Dat kon gewoon niet anders met die naam. Ja, ik dacht eerst dat klinkt Arabisch, maar toen dacht ik meer Joegoslavisch-achtig. Maar dat Arabisch was dus correct. Ja, ze zijn niet dom in ieder geval. Wie? Oh, hun twee, nee. Ja. Ik had wel verwacht dat hij naar de Judicator zou gaan eigenlijk, but the less. Nice! Waaah! Scrub. Dit is sowieso gewoon half-light, ja. Het kan gewoon niet anders met vier spelers. Hello is a real tank. Jongen, Judicator, shut the fuck up. Ben je aan bow glitchen? Oh nee. Good idea. Kan ook. Is this cancel glitch? Oh, I failed. Screw glitcher. Zag je drie keer achter elkaar? Nee, kill hem! Oh. Kill hem! Oh. Nee, doe de mimic goed, doe de mimic goed. Kurdistan is nog steeds zo vecht. Kurdistan's lagging. He's already dead. You're lagging so hard. Ja, volgens mij staat zijn microfoon aan, hè? Your microphone is turned off, I think, Kurdistan. Hij zegt niks meer nu. Ik denk dat het zo erg klinkt dat hij niet meer kan praten.